Ja, Terence Congolo, er is altijd een moment dan scoor je eindelijk je eerste doelpunt in de Eredivisie. En dat gebeurt dan vandaag tegen Rode JC. Hoe blij ben je ermee? Ja, ik ben wel blij mee. Het heeft een tijdje geduurd en toen mocht ik tegen Roda scoren. Dus ik ben erg blij. Ja, dan is het weliswaar de 5-0. Maar goed, voor jou heeft dat misschien wel veel waarde. Want het is altijd lekker om van die hatelijke 0 af te zijn. Ja, dat wel. Maar voor mij is het belangrijkste dat we gewoon weer de 0 hebben gehouden als verdediging. Dus daar ben ik trots en ik neem gewoon weer de 3 punten. Achteraf denk je een makkelijke wedstrijd, 5-0. Maar toch was er een tussenliggende fase in de tweede helft waarin het ook zomaar even 2-1 had kunnen worden. Ze kregen niet echt grote kansen, maar jullie hadden het even moeilijk. Ja, zulke momenten komen altijd. Ik denk dat heeft te maken met concentratiescherpte. En uiteindelijk hebben we het goed opgepakt. Je hebt veel gescoord, dus we kunnen tevreden zijn. Ja, vandaag speel je dan eerst linksback, daarna weer in het centrum. Maar ja, allebei de functies weet je goed in te vullen. Ja, tuurlijk. Het zijn mijn posities. Van nature ben ik centraal verdediger, maar ik kan ook linksback, dus voor mij is het geen probleem. Uiteindelijk hebben jullie dus wel weer een overwinning erbij. Het gaat heel erg goed, hè? 7 gespeeld, 21 punten. En dan te bedenken dat het natuurlijk vorig jaar, ik zeg niet helemaal misging, maar met die 7 nederlagen op rij. Wat is er toch in die tussenliggende tijd allemaal gebeurd? Ja, ik weet niet waar het aan lag, maar we hebben een goede start. We moeten zo blijven doorgaan, we moeten doorontwikkelen. En we doen het als team, dus ik vind dat we... Ja, er zijn sowieso een paar dingen die we moeten verbeteren, maar we moeten deze lijn door blijven trekken. Ja, want symbolisch was, de eerste wedstrijd waarin alles anders ging na die 7 nederlagen op rij was toen thuis tegen Roda. Toen was Dick Advocaten die week, toen speelden jullie weliswaar 1-1, maar Dirk Kuyt ging op 10 spelen. Er waren wijzigingen en uiteindelijk hebben jullie geen wedstrijd meer verloren. Nee, ja, zegt al genoeg. Ik denk dat we nu als team echt goed staan. Verdedigend zijn we zeer sterk, geven weinig doelpunten weg. En ja, ik ben wel trots op. Dus ik denk niet dat we moeten verzwakken. Dus we moeten door blijven gaan geconcentreerd. En we streven naar meer. Met een paar spelers in vorm. En ook jij hebt de vorm te pakken. Laat je vandaag niet alleen met je doelpunt zien. Maar je bent ook weer opgeroepen in eerste instantie voor Oranje. Je zit in de voorselectie. Wat doet je dat? Ja, eindelijk moet je blij mee zijn. Ik zeg toch wel wat. Maar ik denk als een sporter weer toch wel in definitief selectie. En ja, als ik hier gewoon mijn best doe bij Feyenoord... Uiteindelijk moet de bondscoach dan gaan beslissen of ik erbij kom of niet. Maar in eerste instantie moet ik hier bij Feyenoord concentreren en gewoon mijn best doen. En dat gaat goed in de competitie. En dan wil je ook Europees meten. Dat is tegen Manchester gelukt. En nu staat er weer een test voor de deur. Komende donderdag in Istanbul. Fenerbahçe, wat verwacht je daarvan? Ja, het is een lastige uitwedstrijd. Maar ik denk, we moeten vertrouwen meenemen op deze wedstrijd. We staan als team goed. En we moeten gewoon weer onze ding doen. We moeten niet bang zijn. Want we zijn Feyenoord. Ja, wat wordt de uitgangspositie? Daar toch ook gewoon winnen? Zeker met die 3 punten tegen Manchester United zou je dan wel echt een hele, hele mooie stap gelijk maken, hè, in de Europa League. Ja, tuurlijk. Het zou een mooie stap zijn. Eerst moeten we als team goed staan verdedigend en kansen gewoon benutten. Maar ik denk dat we toch met vertrouwen naar het Fenerbahçe gaan. Succes. Dankjewel.